Welkom in deze dienst. Fijn dat u allemaal kijkt. Laten we gaan zingen. Er is kracht voor wie hopen op de Heer. We mogen hopen op God. Op Hem is alles gevestigd. In tijden als deze mogen we ons uitroepen naar God, ons uitstrekken naar Hem en vragen of Hij dicht bij ons wil zijn. Dat willen we ook doen voor deze dienst. Fijn dat je kijkt, dat je bent afgestemd op dit kanaal. We willen een zegen vragen over ons samen zijn. Dat God in ons midden woont en werkt. Laten we bidden. Heere God, hemelse Vader, liefdevolle Heer Jezus. Er is kracht voor wie hopen op de Heer. We spreken naar u uit dat onze hoop, onze hulp, onze verwachting is in uw naam, Heer. U die de hemel en de aarde gemaakt heeft. U die trouw bent en nooit loslaat het werk van uw handen. Heere God, we bidden u. Kom vanmorgen tot uw doel, kom tot uw plan. Werk door deze dienst heen en vul onze harten, vul onze gedachten met uw aanwezigheid, met uw liefde, met uw troost, met uw goedheid. Heere God, dank u wel dat we u mogen kennen en op u mogen hopen. En dat bidden we elkaar toe, waar we ook zijn, dat we onze hoop mogen stellen op u. Heer, gebruik deze dienst tot eer en glorie van uw naam en tot opbouw van uw koninkrijk. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Kinderen, de vakantie is bijna voorbij, hè? Ah, balen. En afgelopen week zou de kinderfeestweek zou zijn geweest. Die ging helaas niet door. Wel is Max er en daar gaan we nu naar kijken. Naar een mooie bijdrage van hem. Niet gewoon gras, maar op het gras van...
onbekende vijfsmeek. Maar er is gewoon helemaal niemand. Nee, want er is dit jaar geen kinderfeestweek. En dat vind ik nog steeds wel jammer hoor. Want dan kan ik niet met jullie spelen. Maar gelukkig hebben we een tas gekregen. Wow! En daar heb ik de hele vakantie al mee gespeeld. Met een buffel en een medicijndoosje. En een mooie armband. Ik ben hem vandaag vergeten, maar ik heb hem altijd om. Oh, echt zo leuk. Het is inderdaad zo wat Max zei. Het is echt zo jammer dat dit jaar geen kinderfeestweek is. Ik vind het ook jammer en ik mis jullie ook. Maar het is wel waar wat Max zei. Er is een superleuk liedje van Herman Boon, Leger van de Omgekeerde Wereld. Ik wil hem heel graag luisteren. Luisteren jullie met me mee? We zijn het leger van de omgekeerde wereld. Want weet je, wij doen geen mensen pijn. Wij vechten niet met messen of geweren. Maar weet je wat onze wapens zijn? Liefde, blijdschap, vrede. Ja, daar gaan wij voor. En de boodschap dat God van je houdt, die geven wij aan iedereen door. Wij zijn het leger van de omgekeerde wereld. Want weet je, wij doen geen mensen pijn. Wij vechten niet met messen of geweren. Maar weet je wat onze wapens zijn? Liefde, blijdschap, vrede. Ja, daar gaan wij voor. Dat God van je houdt, die geven wij aan iedereen door. Wij zijn het leger van de omgekeerde wereld. Want weet je, wij doen geen mensen pijn. Wij vechten niet met messen of geweren. Nee, maar weet je wat onze wapens zijn? Liefde, blijdschap, vrede. Avontuur heeft Max beleefd, hè? Zo in deze vakantie. En nu? Nou, nu zit hij bij de kapper. Maar ja, kappers, daar kom ik niet zo heel vaak. Maar goed, dat maakt natuurlijk niet uit. Hé, vanaf volgende week hebben we natuurlijk weer een heel tof verhaal uit de Bijbel. Vanaf volgende week gaan we echt weer leuke verhalen vertellen. En gaan we natuurlijk ook weer bij jullie knutselwerkjes bezorgen. Dus, ik hoop dat jullie er weer op wachten en dat je er naar uitziet. En ik zou zeggen, tot volgende week. Oh ja, veel plezier op school, hè? Doei! Thank you.
Dat je een kind van God bent. Dat je bij zijn familie mag horen. En dat je weet, ik heb een eindeloos leven bij God. In zijn nabijheid. Dat je deel uit mag maken van zijn familie. En in zijn koninkrijk een plek mag hebben. En je daar helemaal thuis mogen voelen. Je helemaal prettig mogen voelen. Zo is God. En hij biedt zijn genade aan. Ook vanmorgen aan jou en aan mij. Ik zei het net al, en we zagen het ook
Max die had het er ook al over. Helaas ging de kinderfeestweek niet door. En ook primetime ging niet op de gebruikelijke manier door zoals we gewend waren. Nou, de reden is bekend. Helaas, als je zo'n kinderfeestweek hebt, zoals vorig jaar, dan proef je aan alle kanten, dit is gaaf, dit is mooi. Er is liefde voor elkaar, er is aandacht voor de kinderen. Een toffe tijd. 250 tot 300 kinderen komen elk jaar weer om die kinderfeestweek te beleven, om verhalen te horen uit de Bijbel, om spelletjes te doen en een goede tijd te hebben. Dat ging dit jaar niet door. Je proeft in zo'n week, en dat hoor je telkens weer terug, iets van Gods aanwezigheid. Iets van Gods koninkrijk. Mensen die eraan meewerken zeggen, ach, zou dit niet langer kunnen duren? Ik wil dit eigenlijk elke dag wel, het hele jaar door, zo'n kinderfeestweek. Want het is zo goed, het is zo fijn met elkaar en het is zo'n geweldige sfeer. Ook als er mensen van buiten afkomen en iets van proeven. Die proeven iets van, ja, ik zou het willen zeggen, Gods aanwezigheid. Het koninkrijk van God. En dat kon je proeven op zo'n moment. Vanmorgen wil ik daarbij stilstaan, bij Gods koninkrijk. Gods koninkrijk, die ook hier en nu wil hij werken. Ja, straks, daar zongen we net van, een eindeloos leven. Straks zal het koninkrijk van God, dat werk ik helemaal volledig zijn. Maar ook nu mogen we soms al proeven van het koninkrijk van hem. We gaan lezen uit de Bijbel. Een gedeelte wat velen van ons zullen kennen. Want Jezus is in gesprek met zijn discipelen. Wij gaan lezen uit Matthäus 6. Maar in Lucas 11 kan je lezen dat hij in gesprek is met zijn discipelen en vragen aan hem, hoe moeten wij eigenlijk bidden en wat moeten we dan bidden? En dan antwoordt Jezus het volgende. Matthäus 6 vanaf vers 9. Bid daarom als volgt. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. En heel veel manuscripten, heel veel handschriften, Griekse handschriften, hebben dan de toevoeging, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En wij kennen die tekst als het Onze Vader. Als wij bidden, dan bidden wij vaak, Heere God, help mij. Help mij deze dag door te komen, want het is misschien wel zo warm. Help mij op mijn werk, help me op school, want ik heb een moeilijke toets. Help mij als ik naar het ziekenhuis moet. Sta mij bij, geef mij kracht. Leid mijn leven, want ik moet keuzes maken. En eigenlijk zou ik wel een briefje uit de hemel willen hebben, maar wilt u mij leiden in mijn leven? Misschien bid je wel om een nieuwe mobiel of de beste en de grootste en de mooiste auto. Nou, dat is misschien wel overdreven, maar onze gebeden, en kijk maar eens, denk er maar eens over na, gaan heel vaak over jezelf. Het gaat vaak om mij, om je eigen leven of je eigen kleine kringeltje, je eigen kleine wereldje. Dat God daar toch juist in dat wereldje van jezelf mag werken. Als we kijken naar het gebed wat Jezus zijn discipelen leerde, dan leert hij niet in eerste instantie dat het om mij, om ons gaat. Ja, dat vindt hij ook belangrijk, want aan het einde van het gebed komt er naar voren van, geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben en leid ons niet in beproeving. En God wil ook graag onze noden horen. Wat er in onze leven speelt, mogen we bij hem brengen. Als een kind mogen we bij de Vader komen en dat is welkom bij hem. Als hij dus zijn discipelen, als hij ons leert bidden, dan leert hij in eerste instantie te bidden, laat uw naam geheiligd worden. Dat is het eerste gedeelte. Laat uw naam geheiligd worden. In eerste instantie mogen we God eren. Hem verheerlijken om wie hij is. Een groot en een machtig God. Dat hij geheiligd wordt. Geëerd. Heilige is apart gezet. God is zo anders in wezen. Zo boven alles verheven. Dat hij alle aanbidding, alle lof, alle eer verdient. Als wij bidden, dan zou het eigenlijk om moeten draaien. Niet bij onszelf beginnen, maar bij de eer en de glorie van God. Want hij komt alles toe. Onze aanbidding is voor hem. En ten tweede leert hij ons in dat gebed
bidden, laat uw koninkrijk komen. Laat uw koninkrijk komen. Ik stond net al een beetje bij stil op de kinderfeestweek. Dan proef je dat. Je proeft het ook vaak niet. Want wat is Gods koninkrijk? Gods koninkrijk is, en gebruik maar even nu de definitie, is daar waar Jezus is. Daar waar zijn wil wordt gedaan. Want Jezus leert ons bidden, laat uw koninkrijk komen en laat uw wil gedaan worden op aarde zoals het ook in de hemel gebeurt. Dus dat de dingen van de hemel ook op aarde mogen gebeuren. Dat Gods wil gebeurt. Nou ja, vaak zien we dat Gods wil niet gebeurt op de wereld. Dat er oorlogen zijn, dat er natuurrampen zijn. Dat er ellende is in de wereld, verdriet, pijn. Dat we dat elkaar aandoen. Ziekte. En dichtbij ruzie, verdeeldheid. Of een stukje jaloezie. Dat is niet, zeg maar, het koninkrijk. Maar wat is het wel? Daar waar Jezus is. Daar waar er echte aandacht is voor elkaar. Daar waar er troost is. Waar er bevrijding is. Waar er vergeving is. Waar mensen elkaar vergeven in Jezus' naam. Waar mensen liefde hebben voor elkaar. Waar Jezus in mensenlevens mag wonen en werken. Daar is het koninkrijk van God. Daar wil Jezus heel nabij zijn. En dat proef je op zo'n kinderfeestweek, maar dat proef je ook wel eens in je leven. Afgelopen tijd, afgelopen maanden zijn er ook heel veel initiatieven geweest. Juist voor mensen die nood hebben in hun leven. En Jezus komt daarin mee. Als er uit oprechtheid, uit liefde voor anderen wordt gewerkt en dingen worden gedaan. Dan komt Jezus nabij. Jezus leert ons bidden. Laat uw koninkrijk komen. Ten tweede, laat uw wil worden gedaan op aarde. En wij kunnen daar deel uitmaken van. Wij kunnen in Jezus' naam Gods wil doen. En ten derde, dan gaat het gebed over onszelf. Leid ons niet in beproeving. Of geef ons het brood. Geef ons datgene wat we vandaag nodig hebben. Wij verlangen zo dat u werkt in onze levens. Natuurlijk, dat komt ook in het gebed. Maar het komt niet aan het begin, bij het gebed wat Jezus leerde, maar aan het einde. Hij leert ons eerst hem te eren. Ten tweede te bidden, laat uw koninkrijk komen. En ten derde zijn onze gebeden, onze noden welkom bij God. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil geschieden. We willen zo meteen van gaan zingen. En ik hoop dat bij jou, bij u ook dat verlangen leeft. Dat Gods koninkrijk, zijn heerlijkheid, zijn vrede, zijn shalom, zijn troost, zijn nabijheid, zijn liefde meer en meer werkelijkheid wordt in deze wereld. Dat we samen bidden dat Gods heerlijkheid, zijn koninkrijk, werkelijkheid wordt. In de gemeente, in je eigen leven, in je straat, op school of waar dan ook. Laten we bidden en het uitzingen. Onze Vader. Thank you.
Heere God, hemelse Vader, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw naam wordt geëerd. En dat willen we doen, dat hebben we gedaan door het zingen van liederen. En dat willen we elke keer weer opnieuw doen. Want u komt toe alle lof en eer. U bent een groot, u bent een machtig God. U bent een liefdevolle God. U die naar ons toe kwam in uw Zoon Jezus Christus. Heer, u kwam dichtbij. U kwam onder ons wonen, tussen ons wonen. En u gaf uzelf uit liefde voor deze wereld. En daar dank u voor. Daar dank u voor dat u niet alleen uzelf gaf, maar dat u zelfs de zonde, de dood en de Satan overwon door op te staan uit de dood. Heere God, liefdevolle Heer Jezus, u bent een levende God. En u wilt dichtbij zijn. U wilt werken in deze wereld. En dan bidden we ook, laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden. Hier op aarde, zoals ook in de hemel. Heere God, we bidden u dat uw koninkrijk, uw nabijheid, uw liefde, uw trouw, uw vergeving, uw bevrijding meer en meer mag doordringen in deze wereld. Dat we mogen richten op u. En dat we mogen zien wat u doet om ons heen. En u werkt al op een geweldige manier. Maar we bidden u dat u doorgaat met uw werk. Heere God, laat uw koninkrijk komen. In de wereld om ons heen, in onze straat, in de plaatsen waar we wonen. In onze gemeente, maar ook in onze eigen levens. Doordring die donkere plekken en laat het licht schijnen van uw koninkrijk. Heer, dat bidden we. En we bidden u voor onze noden in onze eigen levens. We brengen ze bij u. U kent onze verhalen. U weet wat er speelt in onze levens. Heere God, wilt u met uw geest werken in onze levens. Om troost te bemoedigen, kracht te geven daar waar nodig. En onze levens te leiden. Heer, dank voor deze dienst van vanmorgen. Dank dat we op deze manier samen mochten zijn. Dank u wel dat u bij ons wilde zijn en bij ons wil blijven. En ook de komende week u aan ons wil verbinden. Heer, dank voor vanmorgen. U zij geprezen in Jezus' naam. Amen. We willen gaan collecteren. En de collecte van vanmorgen is voor Alco en Mirjam Stoel. En u kunt geven via ons bankrekeningnummer of u kunt geld overmaken op de Gift app. De collecte is voor Alco en Mirjam Stoel die evangelisatiewerk doen in Schotland. Ze zijn van de zomer een aantal weken hier in Nederland geweest om vakantie te vieren. Om ook verjaardagen te vieren met elkaar en nu zijn ze weer terug. En binnenkort beginnen daar ook de scholen weer. En zal Alco ook bezig gaan om het werk te hervatten. Onder andere zal hij fondsen gaan werven voor het werk wat ze willen gaan doen. Ook in Nederland. En daarvoor zal hij naar Amerika gaan. We willen vragen of u zich wil geven voor dit werk wat Alco en Mirjam mogen doen. Fijn om zo ook voor hen te collecteren en de collecte is van harte aanbevolen. God gaat met ons mee. Hij wil in onze levens werken. Zijn nabijheid, zijn koninkrijk wil hij stichten in onze levens. We mogen hier vandaan gaan en je mag hier verder je dag volgen, wetende dat God bij je is en je leven leidt. Met de volgende woorden mag je de zegen van God ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de nabijheid van de Heilige Geest, zij en blijven met jou. Halleluja. Amen.
aanbidding gaat zometeen nog door. Jij bent van harte uitgenodigd om na deze online dienst naar onze eigen grond te komen. Naast Bakker Rietstra en Oxygen. Om daar samen een tijd van ontmoeting te hebben. Van aanbidding en van gebed. Wees welkom om daar naartoe te komen. We houden afstand en houden rekening met elkaar. En houden ons aan de RIVM-richtlijnen. Blijf thuis als je ziek bent. En registreren kan ter plekke. We hopen elkaar zometeen om 11 uur, 11:15 te ontmoeten op de grond naast Bakker Rietstra. Wees welkom. Tot zo.